Hamas die zegt een reactie te hebben gegeven op het Amerikaanse plan voor een staakt het vuren in Gaza. Mm-hmm. Bronnen melden aan Reuters dat de Hamas een permanente wapenstilstand eist. Ja. En het voorstel was een voorstel voor een deal. Die werd eerder gepresenteerd door de Amerikaanse president Biden. Mm-hmm. En die zei dan weer dat deze deal afkomstig was uit Israël. Ja, we dachten allemaal van nou, als die twee partijen het eens zijn, dat zal onderhandeld zijn in Qatar. Hè, met medeweten van de Egyptenaren, waar Hamas ook aan tafel zit, waar kopstukken zitten, waar de Israëlische regering bij zit, waar Anthony Blinken nu rondloopt weer. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, we weten de outlines, of het framework van dit, van deze ceasefire, van dit wapenstilstand. En nu komt Hamas dus kennelijk weer met nieuwe eisen. We gaan naar Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkracht. Mart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe moeten we dit nou zien, die reactie van Hamas? Want die komen inderdaad terug met het verhaal van we zijn wel voor, maar dan wel nog op nieuwe voorwaarden. Nou, er zit een patroon in dat bijna als er een overeenstemming is, dan komt een van beide partijen weer met een extra eis. Waarschijnlijk nu door Hamas en mogelijk gedreven door het feit dat zij zien dat naarmate deze oorlog langer duurt en de gijzelaars langer vastzitten, eigenlijk de steun voor Israël blijft afbrokkelen. Dus dat is hun belang. Aan de andere kant zie je dat de politieke druk van buiten steeds meer toeneemt. Hè? Een veiligheidsraad die het Unie met elkaar eens is, dat is ook zo. Dus ja, we zijn er nog steeds niet. Het is een beetje de processie van echternacht, lijkt het. 3 stappen vooruit en 2 achteruit. Ja, precies. Als je nu kijkt naar de internationale reacties, die hoorden we ook al. Die zijn, men is hoopvol van, er komt wat uit. Maar dit is weer een, inderdaad, omdat die belangen anders liggen, toch wel weer een deuk in dat proces. Ja, dat maakt het zo moeilijk ook om te achterhalen. Wat zijn nou precies de belangen? En zijn de Palestijnen het intern eens? Is Israël het intern eens? Dus het is niet alleen dat je met twee partijen aan tafel zit, maar de partijen zijn het intern ook nog eens een keer niet eens. Dat maakt het wel heel moeilijk. Ja, en ik zei ook al vanmorgen tegen een van onze andere duiders, onze correspondent daar. Het probleem is dat je niet weet met wie je aan tafel zit bij Hamas. Hè? Want in Qatar zitten weer andere mensen dan de Hamas-leiders die ingegraven zitten in Gaza, letterlijk. Ja, je hebt een politieke tak, je hebt een militaire tak. Dan zijn er ook nog gijzelaars die bij de islamitische jihad zitten en niet bij Hamas. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig. Nee, precies. Nu, Blinken, want die is dus nu weer in het Midden-Oosten. Kan hij wat doen? Kan hij wat bewerkstelligen? Hij is al tijden bezig natuurlijk. Ja. En wat in ieder geval wel is gelukt, is in de Veiligheidsraad 1 mening hebben. Dat is al heel wat. Ja. En nu gaat het natuurlijk om de landen die invloed kunnen uitoefenen op Hamas en Israël, om die te bewerken, om dat ook te gaan steunen, actief te gaan steunen. Want dan gaat er wat gebeuren. Dan moet je denken aan Egypte, Saudi-Arabië, dat soort landen, kijken wat daaruit komt. Dus daarom is hij daar in persoon nu waarschijnlijk heen. Precies. Dan in Israël is er ook veel oppositie tegen wat Netanyahu doet natuurlijk. Gans opgestapt als belangrijke minister uit het oorlogskabinet. Heeft dat impact gehad nog op die houding van Israël? Want de Israëliërs die lijken, tenminste wat ik zo'n beetje oppik, maar correct me if I'm wrong, dat die wat milder zijn geworden. Inderdaad wat bereidwilliger om een deal te sluiten. Nou, moeilijk te duiden, want er speelt natuurlijk ook de belangen van de gijzelaars, die moeten vrij. Ja. Het speelt weer door de politieke belangen heen van Gans, die belang heeft bij verkiezingen nu, want daar staat hij goed in de peilingen. Ja, dus alles speelt door elkaar. Dus echt een mist van argumenten en redenen, waardoor het eigenlijk ten koste gaat van de gijzelaars. Dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. De prijs die wordt betaald, met name door die gijzelaars, is hoog. En de berichten zijn ook dat die gijzelaars die zijn bevrijd gewoon een hele zware tijd hebben gehad. Ja, en misschien niet lichamelijk, maar wel fysiek zwaar gemishandeld zijn. Ja, precies. We gaan even naar Oekraïne. Want dat land meldt dat ze een Russische Sukhoi 25 hebben neergehaald. Of in ieder geval op de grond hebben kapot gezet. Maar dat is zo'n stealth-bomber van de Russen. Is dat inderdaad? Ja, Sukhoi 57. Of 57, sorry. Ja. Zijn er zoveel. Zijn er veel? In Astrakhan hebben ze dat gedaan. En dat ligt bijna 800 kilometer van de Russische grens af. Dat is zeg maar de F-35 van de Russen. Zijn de eerste 5 van afgenomen. Ja, als je zo diep met zoveel precisie kunt opereren in Rusland, is niet een heel opmerkelijk, maar ook het feit dat ze de meest moderne Russische jagers raken. Ze zijn eigenlijk constant bezig om de capaciteit van de Russische luchtvloot aan te grijpen op de grond. En dan krijgen ze ook minder last van glijbommen, krijgen ze minder last van de Russische luchtmacht. Dus dat is wel een patroon wat je ziet afgelopen maand. Duidelijk. Dankjewel voor je toelichting. Marten Kruijf is oud-commandant der landstrijdkrachten.